Ik vind het prachtig. En ik, daar is eigenlijk maar één woord voor, prachtig. Ik zit er kapot van. En waarom dan? Nou, omdat het zo mooi, het letter zo mooi. En het is en je hebt een mooi uitzicht op de toren, want ik zie een grote fan van de toren. En van de kerk, want ik moet nou ook supposten. Van twee, of motten, ik zeg altijd motten supposten, maar ik zie blij dat ik het nog mag en dat ik het nog kan. En de volgende week zaterdag moet ik de toren in. Dus u zit wel regelmatig in het park? Ja, erin of erom. Ja, en regelmatig ook in het museum. Want ik zie ook vrijwilliger in het museum. Dus, en ik kan van ook niet meer missen. Ik zie ook alleen Venroy uit geweest voor militaire dienst. En is af en toe een beetje voor het werk. Maar ik zie geboren en getogen. En ik wil ook nergens anders meer naartoe. Ja, toen was het nog niet af, geloof ik. Tenminste, toen was het nog heel erg kaal. Dus ik weet niet of er nou weer dingen bijgekomen zijn, zoals planten of struiken of weet ik veel wat. Dus. Maar ik denk dat heel veel mensen het geen eens weten dat het ligt. Want je komt er niet gauw langs. Zou misschien met borden of iets dergelijks wat meer de aandacht op gevestigd mogen worden. Dus, want ja, als je hier gaat winkelen, dan kom je er heel vaak niet langs. En dan ligt het net aan die andere kant. Achter die ijszone, zeg ik maar. Zonder dat je het eigenlijk in de gaten hebt. Dat komt nooit, in principe. Ja, met de kermis, hè? Dat bedoel je door... Ja, ik heb het wel gezien. Ik heb wel een stukje van gezien. Wat was uw indruk ervan? Ik heb er eigenlijk niet zo op gelet, eerlijk gezegd. Het was toen kermis, dus ik heb er niet zo op gelet. Ja, heel mooi, heel mooi. Ik woon daar vlakbij, dus ja, ik kom er wel eens. Ja, lekker rustig en mooi en ja, heel mooi geworden, ja. Dat is bij de grote kerk, toch? Ja. Door met de fiets er doorheen. Wat vind je ervan? Mooi opgeknapt. Echt wel een verbetering. Zou je er zelf gaan zitten? Nee. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat zou ik niet doen. Nee, dat zou ik niet doen. Het stadspark wat jij bedoelt bij de kerk daar. Ja, ja, dat hele nieuwe park. Jawel, daar loop ik regelmatig ook doorheen. Ja, wat ja. Vindt u daarvan? Prachtig. Ja, prachtig. Ja. Vooral die hele grote mooie bomen die er nog zijn blijven staan, gelukkig. Ja, ja. Ja, ik vind het een mooi park. Ja, het voegt allemaal wat aan Venray toe. Ja. Nee, daar ben ik nog niet geweest. Ja, dan mis ik denk ik wel wat. Maar dat komt wel. U weet waar het is, toch? Ja, bij de kerk. Ja. Uh-huh. Snel een keer heen dan. Heb ik gezien dat ze daarmee bezig waren met opknappen. Dus dat gaat zeker komen. Daar ben ik een keer overheen gewandeld en dat is erg mooi geworden. Zeker weten. En er werden ook, zag ik de les, diverse activiteiten georganiseerd. Wat erg gezellig en leuk uitziet. Ja. Oh, waar is dat? Achter de kerk. Oh, dat, ja, nee, dat is gewoon, ja, kerkveldje, ja, daar ben ik wel eens geweest, daar heb ik wel eens gezeten, wat gedronken en zo, maar het ziet er wel beter uit dan dat het eerst uitziet, veel beter zelfs, ja, daar ben ik wel blij mee, zeker. Lekkere plekken om rondhangen. Ja, rondhangen dat doe ik niet meer, hè, maar af en toe rook ik dan wel een jointje en zo, dus dan, sorry, mag ik dat wel zeggen? Waarin? Het nieuwe stadspark. Nee. Nee, wel dichterbij, maar ik ben nooit er wist te kijken, nog niet. Ik weet niet hoe het eruit ziet. Niet nieuwsgierig na? Nee, waarom? Ik heb mijn eigen dingen die ik doe, dus... Ik gooi er wel eens en een keer kijken nog, maar wanneer, dat weet ik niet. Nou, in het begin dacht ik, het is toch niet te filmen. Maar nou het dan echt klaar is en uiteindelijk gaat het natuurlijk mooi het groeien, die bomen in vol bloei. Maar prachtig. Het is me zo verschrikkelijk meegevallen. En nou is er een paar keer, hebben ze er activiteiten gehad, een concert en zo. Fantastisch. Dus daar precies de juiste plek voor. Vooral voor muziek en dergelijke. Dat vind ik dan. Ja, dat bevalt me wel daar. Ja, mooi. Ja. En kunt u iets zeggen over de verandering?
Het ziet er goed uit, dus ik ben tevreden. Nou, dat ziet er mooi uit, want ik was in het begin altijd bang het Venray Ellefsing volbouwen. En ik ben nu eindelijk blij dat ze natuurlijk ook wat meer doen aan recreatie en weer meer groen. Dus ik ben er heel blij mee. Stroprot! 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 Stroprot!